dames en heren. Welkom terug bij ARK Survival Evolved. En jullie hebben het door. Ik geniet van deze tech armor. Insane, wat geniet ik ervan. Dan waren er nog wat hele supergoeie suggesties over de helm. En ik weet het niet. De ene die zegt, nee, ik irriteer me er absoluut niet aan. De ander zegt, ik vind het er heel erg bij horen. Maar we gaan het zien. Overigens, de suggestie was, doe de hide hat. En, ik denk niet dat dat werkt. Je ziet mijn head niet meer, maar als ik inzoom, wel weer. Dus helaas, dat werkt niet. Maar, iets heel belangrijks. Iets superbelangrijks. Hier, bij mijn rexen. Net. Ik zat nog even met de jongens op Teamspeak. Vloog heen. En volgens mij is die inmiddels hier. Maar dat ding is best wel snel. Oh, wauw. Wat ziet dit er gaaf uit. Jup, insane gaaf. Insane gaaf. Maar, hier ergens. Oh crap, waar is die nou weer heen? Dan ben ik hem alweer kwijt. Ik had niet zo lang over mijn intro moeten doen. Ik had niet zo lang over mijn head moeten zeuren. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Hier was net echt een super gave team. Een super gave team. Ik denk, dan ga ik direct de pieps erbij halen. Dan gaan we dat samen even doen. Want ik heb net zijn leven gered. Ik heb gewoon zijn leven kunnen redden. Want hij vloog hier dwars door mijn rexes heen. Ik heb nog nooit een dino gezien met zoveel lef. Dat hij gewoon op 7 rexen die op aggressive staan afvliegt. Maar nou kan ik hem niet weer vinden. Oh, misschien kunnen we onze helm gebruiken. Misschien heeft dat extra nut. Ik denk het haast niet om eerlijk te zijn. Want vaak zie ik het al voordat mijn helm ze registreert. Ik ga even die team weer opzoeken. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Oh mensen. Na een half uur zoeken moet ik toch maar eens concluderen. Dat hij gewoon dit niet meer is. Ik denk dat hij gedespawned is. Maar er was een level 130 Rudolf. Rudolf! Yay! Die had ik echt wel heel graag gehad. En ik vind het zo gaaf, die slow-mo, voordat je zo knijteraard begint te rennen. Maar, helaas. Ik denk dat die Rudolf overleden is inmiddels. Ik weet het ook niet. Ik acht de kans groot dat hij dood is. Ik acht de kans groot. Dit is geen friendly place. Ik heb nou vandaag alweer 2 keer de Red Chieftain gekild. Helaas. Helaas blijft hij hier spannen. Ik moet er straks wel aan denken dat ik mijn Rex nog even weer op een crash heeft zet. Maar eerst gaan we hierheen. Eerst gaan we hierheen. En oh mensen. Deze. Hier was één hele goede naam voor. En dat vond ik echt een geweldig gave naam. En dat is Boktor. Vond ik super gaaf. Voor onze Dodo Rexie. En ik ben. Wauw. Ik ben vanavond alweer een paar uur bezig geweest met van allerlei andere dingen. Nadat ik de reacties heb beantwoord. En normaal doe ik dat niet. Dan kan ik die. Alle namen nog een beetje onthouden welke of dat ik gekozen had. Maar eigenlijk was hier een heel erg geüpfote naam voor. En één naam die vond ik gaaf. Fluffy was de naam die ik gaaf vond. En de geüpfote naam was Kipnugget. Fluffy Kipnugget! Oh yeah, die hebben we nou. Eigenlijk was de geüpfote naam Alpha Kipnugget. Maar ik vind het zo saai om een Alpha te noemen. Dat heeft de mod author al gedaan. En hier... De meest gelijkte naam voor de Megapithecus was eigenlijk wel vrij duidelijk. En die klopt ook. Die klopt er ook bij. Er waren dus ook nog suggesties van noem deze de Queen. Skullbreaker. Skullbreaker was de meest geüpfote naam voor onze nieuwe Megapithecus. Onze perfect team Megapithecus. Dus dat wordt Skullbreaker. Boktor vond ik gewoon insane gaaf. En wat is dit ding insane goed in het harvesten van stone. Ik heb hem nog getest op een Metal Vein. En, don't do it. Wauw, ik kreeg gewoon 6k aan steen van 1 rich metal veen. En, ik twijfel nog een beetje. Ik had zelfs een ventjes bij mij om die Rudolf te temmen. Oh, ik baal er echt van, dames en heren. Ik baal er absoluut van dat ik hem nou niet weer kan vinden. Maar hey, het is gewoon niet anders. Jammer. We moeten nog maar even verder zoeken naar een goed level Rudolf of zoiets. En ik weet ook niet, maar hier is altijd... Hier spannen zo verschrikkelijk veel dino's in. Oh ja, Archie? Dacht het niet. Jij ook, Archie? Dacht het niet. Maar, I don't know. Ik weet echt niet waar die Rudolf heen is. Oeh, welk level ben jij? Low. Maar, ik weet echt niet zo goed wat we gaan doen deze aflevering, dames en heren. Ik ga wel graag Rudolf even temmen, maar helaas. Die is dus ontsnapt. Wel weet ik dat ik dit denk ik even op uit ga. En ik denk gewoon even met onze Alpha Wiffen. Aangezien
Die is lekker snel en die is ideaal. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat we daarbij kunnen gaan doen deze aflevering. Wat ik ook eigenlijk nog heel graag wil doen is, ik heb het er eerder over gehad. Wow. Beetje laggy. Is geen enkel probleem. Maar ik wil nog heel graag met Ancolius en Mod bezig, waar we hier dan al de alchemy table van hebben staan. We kunnen nog heel even kijken natuurlijk bij Craftables. Want ik weet niet zo heel goed hoe we dat zouden even bij Show All moeten doen. Hier hebben we natuurlijk nog de Philosopher's Stone van hem. Can be crafted at the altar. Dan moeten we nog heel even kijken. Hoe moeten we de altar dan maken? Ik denk dat ik dan eerst heel even zou moeten kijken hoeveel ik alles wat moet craften. Misschien de dingen wat klaarmaken. Want sommige van jullie, die lijkt het wel heel erg interessant om mij te zien craften. Maar ik vind dat gewoon niet erg interessant om in de video te laten zien. Ik weet het niet. Ik ga er eerst op uit. Even erop uit met onze Alpha Wyvern. En dan ga ik gewoon even kijken. Misschien is er nog wat leuks om te temmen. We gaan gewoon heel even op zoek. Ik ga even een rondje vliegen. Ik heb nog niet de server check gedaan. Ik heb wel heel veel gedaan op de server. Maar ik heb nog niet één fatsoenlijk rondje gevlogen. Om te kijken of er wat ingespawnd is. Wat leuk is wat we nog niet hebben. Wel weet ik dat ik eerst mijn Rexes op aggressive ga zetten. Anders vergeet ik dat weer. Anders vergeet ik dat. Dames en heren. Ik ben zo weer terug bij jullie. Ik realiseerde mij iets. We hebben dit seizoen nog geen shoulder buddy gehad. En eigenlijk was ik hier... Wow. Rustig met de helm. Oké, mag ik gewoon dit plantje oogsten? Dankjewel. Ik realiseerde mij dus... Ik was eigenlijk nog iets anders op zoek. Maar toen realiseerde ik mij. We hebben nog geen shoulder buddy. Oh, wauw. Krijg je sowieso zo'n nokkie? Nope, schiet ik je dood. Crap. Maar, ik was hier dus eigenlijk op zoek naar Prime Jaboa's. Ik denk, ik heb de veggies toch bij mij. Dan doen we gewoon een Prime Jaboa. Maar de hele Redwood is leeg. Is vacant of Prime Jaboa's. Ik ben al een hele tijd op de snow. Beetje kijken voor of ik dan misschien toch nog wil roeden. Of het, ik wil graag... dat is een mooie dodie. Ik wil natuurlijk... Nog graag een Rudolph voor jullie temmen. Allemaal Alpha Allosaurussen hier. Maar we hebben al een Alpha Red Tribe. Dude. Argy. Waar doet onze Argy hier nou? Oké, die breng ik ook wel back to base. Beste meneer de Alpha Argy. Volg mij, alsjeblieft. You have been cashed. Ik ben helaas op een Wyvern, dus ik kan niet al te arrogant zijn op het moment. Kan ik nou wel fluiten? Oké, ik kan fluiten. Kom hier, Argy. Oh, crap. You have been cashed. Oh, wauw, nou ben ik gecashed. Oh, nee. Nou, maar hopen dat in de oude base onze bedden en onze gravestones nog staan. Jop, die staan tenminste, denk ik. Respawn at bunkpad. Staat er nog maar één? Oh, wow, Alpha Quetz. Goedendag. Wow. Basis. Oké, hij laat in. Nice. Waar had ik hier nog een gravestone? Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij staat die bank van mij nog altijd bij de deur. Er is ook niet heel veel meer over, maar naar zo'n Prime Jaboa was ik op zoek. En ik heb het gevoel hier in de Redwood alsof ik op Gamma 4 zit. Maar om heel eerlijk te zijn, ik zit op Gamma. Gewoon, standaard, Gamma. Misschien zou ik hem naar Gamma 1.8. Maar het is hier super, super bright en ik heb geen idee waarom. Ik was het alweer vergeten dat de Redwood gewoon niet de fijnste plek was om in rond te hangen. Ik ga even... Wauw, kreeg ik dat ik ook. Ik ga even mijn dino's weer ophalen daar. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Ik kwam te laat! Ze hadden mijn Wyvern al dood. Holy, en de bunkbed staat op cooldown. Ik denk ook niet dat ik nog terug hoef. Ja, ik zal het zadel wel even op moeten halen. Oh my god, zo vergeet je maar weer hoe snel je dood kan gaan in deze modpack. Mijn Alpha Lightning Wyvern. En waarom en waardoor? Oh, omdat daar een Argy van ons hing en ik wou die Argy redden. Maar nu zal waarschijnlijk die Argy ook naar de maan gaan. Oh, wat baal ik hiervan. We hadden onze Alpha Wyvern net zo goed opgeleveld. En schijnbaar had ik heel veel tijd gefarmd. Geen idee hoe, wat of waar, maar... Holy damn, mensen. Hier baal ik echt wel heel en heel erg van. Damn, ik begon echt net fan te worden van die Wyvern. Crap, mensen. En die spawnen er niet veel, dus ik kan niet zeggen we gaan... Oh, die hoort daar niet in.
Ik kan niet zeggen van we gaan gewoon even een nieuwe termen. We moeten gewoon weer geluk hebben als we er nog weer eens een keer eentje kunnen vinden. Damn, damn, damn. Dat is wel balen. Ik ga wel redden. Ik ga denk ik op de draak even die kant op spullen redden. En hopelijk komen we dan nog wat leuks tegen. Ik heb hier nogmaals gezocht naar die... Oh, stomme Rudolf. Ik wou hem heel graag hebben. Maar helaas. Ik denk dat ik gewoon te lang bezig ben geweest. Te lang bezig ben geweest met dingen op de server. En toen nog weer te lang bezig met mijn intro. Ik weet het niet helemaal. Ik weet wel dat ik een vrij lang stuk moet vliegen. Gelukkig is mijn draak vrij snel. Ik geloof... Oh, hier nog meer Alpha Red Tribe dudes. Ik moet zeggen, ik zie heel veel Red Tribe dudes de laatste tijd. Ik weet niet helemaal hoe, wat, waarom. Oké, waar is die kerel zelf? Geen idee. Laten we maar gewoon onze spullen ophalen. Onze Archie even redden. Crap. Onze Alpha Wyvern Mansion. Holy brrrr. Daar baal ik echt van. Daar baal ik verschrikkelijk van. Damn. Oh. Halt. Ho. Halt. Goed zo. Oh crap. Wat hij ook nog weer aangevallen. Mag ik vliegen? Enigszins. Oké. Okay. Duurt lang. Oké. Okay. Welk level is u? Hij is gewoon verhuisd. Hij is hier nu. Oh crap, maar Rudolf wordt wel altijd overal door aangevallen. Nu denk ik wel dat we hem in één hit knockie hebben. Maar, yup, Rudolf wordt altijd overal door aangevallen. Hoe veilig is het hier? Ik heb geen idee. Oeh, probeert Rudolf dan voor ons te vluchten? Crap. Gaan we nog niet vertellen dat we hem weer kwijt zijn? Gaan we nog niet vertellen dat we Rudolf weer kwijt zijn? Spant Rudolf dan altijd in op level 130? Ik heb geen idee. Hij vliegt net toch echt zeker weten deze kant op mensen. Oh, daar vliegt hij. Daar is hij. En dat is een vrij veilig gebied. Wow. Jullie kunnen misschien een beetje lachen van... Pff, wat is die toch aan het prutsen met die jetpack? Maar je hebt niet echt een vooruit- en achteruitbesturing meer. Dus, en dan weet ik, ik kan de shift gebruiken, maar ik heb de shifts omgedraaid. Dus mijn linker shift die je altijd heel veel gebruikt, dat is mijn toggle sprint. Dus, oh yes, kom op, maak een hit. Een hit. Hit, misschien. Wild Rudolph. Oké, Rudolph is knocky. Oké, het lijkt daar vrij veilig. Nice. Super gaaf, Rudolf. Hij is knockie. Oké, vetjes erin. Er waren nog wat discussies op Teamspeak over welke vetje die nou het lekkerste vond. Maar let's go. Welke vind je het lekkerste? Oh, hij eet gewoon de eerste. Dus waarschijnlijk eet hij gewoon alle vetjes. Ja, hij pakt gewoon de eerste. Dus het maakt niet uit welke vetje je gebruikt. Hoe snel ga je met de taming en wat is je taming effectiveness? 99.6. Yes. Oh, wow. Dat gaat hard naar beneden. Maar plus 64 levels. Nice. Kom op, hou die 64 levels vast. Je kunt het, Rudolf. Je kunt het. Yes. Go. Oh, yeah. Equip a saddle. Nee, meen je niet. Sta je op follow? Ja, nice. Oké, gouden draak redden. Moeten we de draak redden? Nee, denk ik niet. Rudolf, kom je? It's alive. Oké, beste meneer de rockkolom. Welk laag level ben je? Wow. Stop. Halt. Ho. Eens. Heel even. Een nieuwe rockkolom. Level 140. Yep, lijkt me goed. Oh, ik kon nog passief fluiten ook. Anders gaat Rudolf hem aanvallen natuurlijk. Oh, super. Super sweet. Rudolf gaat met me mee naar huis. De dragon gaat met me mee naar huis. Dan gaan wij die rockkolom even temmen. Daar zijn we. Volgens mij Mantis Kibble voor nodig. Oh yeah! Zo gaat het van een super slecht moment. Naar toch in één keer nog wel weer een vrij. Oh, wow. Gaan jullie nou die kant op? Nope. Rudolf niet. Damn it. Zo gaan we van een super slecht moment naar eindelijk wel een super vet moment. We temmen een Rudolf. En die weer niet geteleporteerd wil worden, denk ik. Misschien. Ik hoop het. Go! Oh, damn it. Ik ben er zo weer, dames en heren. Volgens mij blijft deze nog wel even nokkie. Jup, die blijft nog wel even nokkie. En dan zijn wij zo weer te... Rudolf? Wow. Rustig, jongen. Kom maar. Ja. Ho, klein stukje nog. Kun je nog een klein stukje?
Dames en heren, wij zijn zo weer terug bij jullie. Dames en heren, is het gelukt om Rudolf back to base te krijgen. En hier ligt onze rakkolum. Nog zo lekker te slapen. Nog heerlijk te slapen. Hij is zich van helemaal niks bewust. Let's go. Hoe hongerig ben je nou geworden? Plus 69 levels. 209. Ga je het redden, jongen? Ga je het redden? Helaas zijn deze genderless. Oh, hoe gaaf zou het zijn geweest als wij baby rock elementals zouden kunnen maken. Holy, dat zou mij echt heel en heel erg gaaf hebben geleken. Wel heb ik ben ik natuurlijk het zadel weer vergeten en alles erop en eraan. Ik ga deze jongen naar huis teleporteren. En oh, yes. Oh, wow. Ik vind ze gewoon altijd wel onwijs. En onwijs gaaf, die rock elementals. Kun je nog even omdraaien? Deze kant is het licht beter. Ja, absoluut. Absoluut. Want wat wordt dit, mensen? Screenshot. Doen we een screenshot zonder helm. Crap, ik weet het niet met die helm. Ik weet het gewoon niet of ik blij ben met die helm. Maar, wel ben ik blij. Met onze nieuwe Rock Elemental. Let's go, we brengen hem naar huis. Dan gaan we er straks nog eens even wat leuks mee uithalen. Ik kan me nog wel iets bedenken. Wat grappig zal zijn met zo'n Rock Elemental. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ik heb er nou al zin in, maar natuurlijk gaan we eerst kijken. Met Rudolf. Gaan we op zoek naar met Rudolf. En ik hoop dat mijn Archie nog niet dood is. Ik heb nog geen death message gehad. Maar we gaan het vanzelf zien. We gaan het vanzelf zien. Ik ga back to the base. En ik zie jullie daar. Begint, dames en heren, vlieg ik rond op mijn Rudolf. Volgens mij is een Rudolf ook weer genderless. Lijkt mij wel logisch, want de Rudolf. Oké, Rudolf is absoluut een dino met een eigen wil. Dit is al de derde keer dat hij dit naar mij doet. Yep, not available. Oké, let's go. Wat is jouw base damage, Rudolf? Niet dat ik jou in een vechtdino zal veranderen. Toch ben ik nieuwsgierig. Wat is jouw base damage? 172. Oké, dat is niet verkeerd. Dat is gewoon niet verkeerd. Kunnen we hem inhalen? Kunnen we het halen? Kom op, Rudolf, je kan het. Je kunt vliegen. Rudolf, je kan vliegen. Rudolf, goed zo. Ja, hoppa. Daar gaan we. Ik denk dus wel dat we een paar leveltjes in melee damage zullen moeten gaan doen. Oh ja, base statistic, 6k HP, 1520 stam, iets van 380% melee damage, 790 weight en 100% movement speed. En het is de movement speed natuurlijk waar we wat mee gaan doen. Absoluut. Ik denk niet dat wij een kangaroo bij kunnen houden. Is ook niet nodig. Hij is al dood. Hij is al naar de maan. Ik weet het niet. Met 6k HP denk ik wel dat we een wolf aan kunnen. Dat zou geen enkel probleem mogen zijn. Kom op, jongen, Rudolf. Wauw. Hij leek wel vrij snel in het wild. Maar, wauw. After the team. Oké, hij is niet erg snel. Gaan wij het überhaupt? Gaan we het überhaupt redden om die wolf dood te maken? Of kunnen we hem gewoon de hele tijd niet hitten? Wat is dit nou dan? Eindelijk. Oké, een beetje meer melee. Wauw, hij kreeg niet veel levels, dames en heren. Hij kreeg absoluut niet snel levels. Ik denk dat we back to base gaan. En dat we eens kijken of wij nog wat experience potions hebben. Want, om hem op deze manier op te levelen, dat gaat lang duren. Dat gaat lang duren. En hij kreeg veel leveltjes, maar niet superveel. En het liefste zou ik hebben dat hij gewoon rond een kaart damage doet. Dan kun je makkelijk killen, dan kun je hem een beetje oplevelen. Dus ik denk dat we dat even met experience potions gaan doen. Sterker nog, ik denk dat ik zelfs een onderbreking maak hier. Wat ik liever niet doe, niet te veel clips. Oeh, mooie Alva Diabeer. Weer, level 50. Kunnen we onze gun gebruiken hierop? Oh nee, we kunnen onze gun niet gebruiken. Onze hatchet? Nee. Oh, wauw, dat is... Rudolf. Rudolf, heb jij die beer boos gemaakt? Rudolf, waarom heb je nou weer die beer boos gemaakt? Overigens, de zadel, ik heb het zadel zo ver omhoog gemaakt als dat ik kon. En hij heeft nou 325 armor. Dat is echt wel super, super nice. Ik weet niet of dit slim is, maar misschien kunnen we die beer hebben. Rudolf, denk je dat we die beer kunnen hebben? Oké, hij doet nog niet super veel damage. We zitten nou inmiddels wel vast. Nope, never mind. Never mind. We zijn al voor een kwart dood. Er komt denk ik dus damage over time. Als die ons wel volgt, dan nemen we de reksen, die nemen we het wel van ons over.
Maar absoluut, dames en heren, ik ga back to base. Gooi er wat experience potions in en dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Rudolf, die heeft zijn... Wow. Rudolf, die heeft zijn shot aan experience potions gehad. En ik denk dat hij er nu tegenaan kan. Oh yeah, Rudolf, go, Rudolf, je kunt het. Laten we eens even kijken. Ik wil een beetje melee damage hebben. Ik heb hem echt heel veel experience potions gegeven. Ik denk haast niet te veel, want ik zit nog maar op 46.000. Ik heb hem echt insane veel van die potions gegeven. Oké, 250% movement speed. Check it out. Oh yeah, nou gaat hij snel. Nou gaat hij redelijk snel. Laten we eens kijken of we nu enigszins wat damage doen, mensen. Of wij nu damage doen. Holy crap, nog maar 466. Wow. Zorver had er heel even geen zin in. Dat head wist nog niet helemaal dat hij dood was. Wel is zijn movement speed nou echt grappig. Dit is echt nice, mensen. Ik denk dat we... Ja, laten we maar niet nog meer in melee damage doen. Movement speed. 295% movement speed. Oh yeah. Verzamel jij ook thatch eigenlijk? Oeh, je verzamelt ook thatch. Net zo goed als dat Bert het hert doet. Alleen jij bent 24 keer zo snel. Oh, dit is best wel nice. Aangezien ik de farm weer aan heb gezet en ik eigenlijk heel vaak thatch nodig ben. Insane vaak. Over thatch gesproken, mensen. Thatch machine, yeah. Nu met mijn tech armor, dan ben ik zelf ook gewoon een thatch machine. Als wij een beetje spammen, iets minder... Wow. Als de boom dan weg is, dan heb je wel een probleem. Maar boom. Je bent gewoon zelf een thatch machine. Kijk dan hoeveel thatch ik kan farmen. Kan Rudolf me bijhouden nu? Ja, hij houdt mij aardig bij. Wel zullen we Rudolf op... Oké. Sorry, Rudolf. We zijn alweer te dik. Oeh, nice. We hebben best wel veel thatch gefarmd inmiddels. Let's go. Ik weet het niet met de Rudolf, mensen. Hij is natuurlijk onwijs gaaf om te hebben. En misschien gebruik ik hem wel om wat thatch te farmen. Maar eigenlijk gebruik ik daar altijd mijn alpha neushoorn voor. Ga ik gewoon de swamp in. Die neushoorn die kan alles doodmaken wat of dat er maar in de weg komt. Die kan nog steeds hits maken tot aan de 40k. En waarom liggen jullie inmiddels ook in het water, alpha capro snuggers? Oh, die staat... Maar waarom... Sarcosuchus, moet ik eigenlijk zeggen. Sarcosuchus, ik wil dat jij op een kant ligt. De rest die staat op follow. En volgens mij zijn die altijd heel erg druk met vissen doodmaken. Jup. Oké, Rudolf, let's go. Rudolf, je wordt wel gewoon mijn buddy om heen en weer te reizen. Tussen de base en de farming station. Ik denk dat dat wel een heel goed idee is. Het enige nadeel is dat ik jou altijd op follow zal moeten zetten bij iemand. Want ik weet het niet wanneer jij je weer bedenkt dat je een kant op moet gaan lopen. Dus laten we gewoon Queen en Rexecute pakken. Oh, wow, de lag in de base wordt echt gewoon real. En ik weet niet waarom het is, maar... Ark. Unfollow. Rudolf, goed zo. Unfollow. Ik zet jou op follow bij Queen Rexecutor. Ja, gelukt. Ja, gelukt. Nice. En dan gaan we eens even naar onze rock column. En voordat jullie namen neergezet. Rudolf is toch daadwerkelijk de beste naam voor een red-nosed reindeer? Absoluut. Dus daar zijn we geen naamsuggesties voor nodig. Hier, voor onze rock elemental, hebben we hier Nick en Simon. Wie hoort daar nog bij? Natuurlijk. Jullie hebben groot gelijk. Deze, wow. Ik wou niet mijn helm aanzetten. Nee, nou wil ik mijn helm weer uit hebben, alsjeblieft. Dankjewel. Ik vind die helm soms echt gewoon heel vervelend. Maar dit kan maar eentje zijn. En dat is de enige echte. Oké, laten we maar gewoon Jan Smit doen voordat hij weer gaat huilen omdat hij vroeger Jantje heette. Let's go. Ik ben niet zo heel goed in Nederlandse artiesten, dames en heren. Maar deze super gecamoufleerde rockkolom. Heb ik een leuk idee mee. En dat komt voornamelijk door Rudolf. Absoluut. Ik weet niet, zijn base damage zal vast wel nice zijn. Hij heeft 13k hitpoints, 1410 stamina, 1056 weight en 381,3% melee damage. Om eerlijk te zijn, is dat volgens mij niet heel erg veel hoger of heel erg veel beter als dat onze andere rock columns waren. Maar deze rock column... Gaan wij een klein beetje in melee damage doen.
Zodat we in ieder geval een beetje kunnen killen. En ik ga er wel vanuit dat onze rockkolen meteen deze alfa 1 kilo aankan. Absoluut ga ik daarvan uit. Het mag even duren, maar een rockkolen heeft gewoon goede hitpoints. Goede resistance. En ik heb er een goed zadel op gegooid. Helaas, dit zadel werd niet zo hoog als het andere zadel. En ik heb gewoon echt geen idee waarom. Wauw, is dit hoog level alfa 1 kilo of zo? Kom op man, maak hem af. Maak hem af. Die 1 kilo. Wauw, dit valt mij echt nog weer tegen. Ik weet ook niet waarom die 1 kilo zoveel rondjes rennen houdt. Maak hem gewoon af. Kom op. Let op jongens, is dit een level 150 1 kilo. Maar een level 40 en dat deed je zo... Holy crap, dat deed je zo lang over. We zijn gewoon bijna dood man, wat heb jij nou weer gedaan? Oké, maar we hebben in ieder geval goed wat XP gekregen. Want ik heb net al mijn experience potions opgebruikt voor Rudolf. Hoeveel damage doen we nou? Nog steeds geen 1000. Oké, niet op een 1 kilo. Op een beer dan. Doen we op een beer 1000 damage? Oké, nice. Oké. Dus alles behalve een 1 kilo, dat slaan we nou zo'n beetje in één klap dood. Dan gaan ook hier de rest van de levels in movement speed. Hebben jullie er ooit wel eens gezien? Een rockkolen met insane en insane movement speed? Dat lijkt mij zo verschrikkelijk grappig. Ik ga hem even oplevelen in movement speed. Want zoals ik zei, ik heb helaas geen experience potions meer. Dus ik zal wel gewoon op de ouderwetse manier moeten levelen. Ik denk ook dat we even naar boven gaan. Want hieronder, hoe cool het ook is... Wow, overleef jij 3 klappen? No. Oh, dat meen je niet. Dit is de derde. Level 150. Gewone dino. Geen alpha, geen modder dino. Maar de derde level 150 dino die ik kill. Waarvan 2 hier direct naast mijn base. Oh, wauw, wat baal ik ervan. Maar ik denk dat wij eens even naar boven gaan. Wij gaan eens even in de snow. En dan gaan wij eens... Oh, ik heb hier nog... Oh, wauw, ik loot nog weer 2 experience potions. Helaas zijn ze medium... Maar alle beetjes helpen. Dames en heren, ik ga naar boven teleporteren. Hopelijk is het daar een klein beetje lichter als hier beneden. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Mensen, zijn wij vandaag insane en insane. Gelukkig, hier loopt een wild. Female Ovis Aries, level 120. Ik heb laatst een male Ovis Aries getemd. En volgens mij was die ook zo ongeveer rond dit level. Dus jullie weten wat er gaat komen. Wat loopt daar nou? Is dat zeker weer de chief? Ik kan het echt gewoon niet lezen. Waarom wordt nou die tekst weer kleiner? Volgens mij staat er chieftain. Ik heb geen idee. We gaan in ieder geval niet met onze rock elemental heen. Want om alfas met hem te killen. Wauw, dat valt gewoon tegen. Ik kwam nog een alfa calico en dat soort dingen tegen. En dat viel tegen. Echt heel erg tegen. Maar wij hebben in ieder geval onze level 100. Wow. Halt. Level 179 Ovis Aries Female. En we hebben dus Back at Base. Oh, dat is een Scion of Winter. Oké, never mind. Daar gaan we sowieso niet mee maten met onze rock column. Ik heb Jan Smit heb ik al een beetje extra stamina gegeven. Want, oh crap, die 1500 stamina was gewoon echt niet genoeg. Ik ga nog heel even verder met hem levelen. We nog een beetje meer XP erop. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Oh yeah. God, dames en heren, Jan Smit heeft een hele lading movement speed. 307,5% movement speed. Zie hem gaan. Ik leg hier even een lijk neer. Hopelijk reageert die Alpha Archie erop. Nope. Maar ik ben zo goed snel. Ik ren zo naar hem toe. Geen probleem. Alpha Archie, kom maar op dan. Oh, wauw. Wij harvesten eigenlijk wel heel en heel erg... Oh, crap. Dit is een fatsoenlijk level, Alpha Archie. Crap. Dit is echt een fatsoenlijk level als je Alpha Archie. Wat is dit nou dan? Ga me niet vertellen dat die level 150 is. Dan ga ik in een hoekje zitten huilen. Ik ga het nog checken ook. Nope. Oké. Die dan? Kunnen we het daarmee zien? Ik zag het heel even. Laat me je deal zien. 140! Oh crap. Dat kunnen we niet maken om dood te maken. Mensen. Nemen we die dan nog mee? Eigenlijk is er geen tijd meer in die video. Hey, maar het is voor mij vrijdagavond. Het is voor jullie... Nee. Hey. Jan Smit. Ik snap best dat jij die Archie een beetje vervelend vindt. Maar, hey, ho. Stop eens even. Wauw. Kom nog eens een keer rond. Oké, hij peert hem.
crap. Eigenlijk wil ik hem nou hebben ook. Nou wil ik hem nog hebben ook. Voordat hij over de rand heen. Oh, hij is al knockie. Nice. Hij is al knockie. Oh, dames en heren, er was ook nogal veel request. Heel veel request voor dat zwaard. Mensen op de server, ik zorg morgen dat Bart de blueprint voor dat zwaard heeft. Ik heb het geprobeerd. Maar je kunt dus van de zwaarden, de boss loot, kun je dus blueprints maken. Ik zou dat dus ook van mijn bow kunnen doen. En, oeh, Ovis, ben jij hier nog? Kan ik je rijden? Oh, jee. Oh, wat ben je toch gaaf. Dames en heren, wat hebben we vandaag toch allemaal weer een gave teams. Dan gaan we die Archie nog gauw even meenemen. En, oh, wauw. Ik ben weer helemaal afgeleid. En crap, die lag in mijn beest. Ah, soms. Soms word ik gek van mijn eigen bouwwerken of van mijn eigen teams. Ik weet het niet. Het is één van de twee. Oké, stay go. Let's go. Heb ik nou... Nee, crap. Crap, die lag. Ik weet echt niet wat of dat het is. Soms lijkt het echt heel erg te helpen als ik mijn game restart, maar... Never mind, die hele game te restarten. Ik heb gewoon veel te veel fun. Ik wil gewoon helemaal niet restarten. Oh, Easter Bunny. Nee, doen we niet. We hebben vandaag al een Rudolf. En we hebben al ergens een... Nee! Oh, crap. Dan mis ik mijn teleport weer. Oké, nog een keer. We gaan het nog een keer proberen. BRB's. Oh yeah. De RG die ligt er nog nokkie. Let's go. Het is een mail en hij is schitterend mooi rood. Hebben we toevallig... Oh yes, dat zijn we ook altijd goed voorbereid. We hebben altijd sedative narcotic bij ons. Wauw. Oh ja, blueprint. Blueprint van het zwaard. Ik zag dat Bartolle blueprint van het zwaard... Really? Archie is toch echt stego-kibbel? Of is een stego-Archie kibbel? Nee, Archie kibbel is voor een... Spino. Oeh. Tribe Direwolf. Tribe Direwolf, let's go. Je gaat erna. Heb ik daar ook niet net een Tribe Direwolf en een Ankylo gekild? Nou ja, who cares? Oh, nice, hij is taming. Oh, nice. Ook level 209. Holy crap. Insanely goed. Helaas gaan we daar nu verder niks mee doen. Want de aflevering die is toch echt op het einde, dames en heren. Maar heel, ik wil jullie nog heel even laten zien... Hoe snel of dat Jan Smit inmiddels geworden is. Insane. Dat is gewoon gaaf, dames en heren. En om eerlijk te zijn, daar gaat altijd zoiets van, we doen meer melee damage. Want hoe meer damage je doet, hoe sneller of dat je op kan levelen. Want ja, want de killjes zijn sneller. Maar als ik nu Jan Smit beoordeel en ik zie hoe snel ik nu met Jan Smit van de ene kill naar de andere kill kan lopen. Denk ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat Jan Smit sneller experience krijgt. Gezien hij sneller bij de volgende kill is. Ik heb geen idee wat hier allemaal loopt. Maar het gaat in ieder geval allemaal dood. Het gaat gewoon allemaal dood. Het enige vervelende vind ik toch dat zo'n rock elemental. Vanwege het feit dat hij ook harvest. Hij harvest stone. Hij harvest wood. Elke keer zit zijn inventory ermee vol. Oh my god. Dat is best annoying. Best wel heel erg. What the crap. Oh, dat is een vlaggetje natuurlijk. Ik denk al. Wat zit daar nou weer voor raars in het water? Nog een halve Archie. Oké, dit is wel eentje die we mogen killen. Dan gaan we deze Alpha Archie gaan we killen. En dat is het laatste wat we deze aflevering zullen doen, dames en heren. We hebben insane veel getamed. Maar, helaas, zijn we ook onze Alpha Lightning Wyvern kwijtgeraakt. Oh, die stomme Redwood. Ik was alweer vergeten hoe vervelend die Redwood was. Oh, ik baal daar insane en insane van. Let's go, meer movement speed. Geef mij die XP. Oh, even die Prime Height opbergen. Die zijn we nog nodig. En die zijn we nodig voor onze bierbrouwerij natuurlijk. Absoluut zijn wij de jars. Nee, zijn we helemaal niet nodig. Zijn best cheap om te maken. Ik denk dat 310% movement speed een mooi moment is om af te sluiten. Het is nacht, dames en heren. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb er enorm veel van genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Als dat zo is, laat even een duimpje omhoog achter. En wil je op de hoogte blijven? Vergeet... Wow. Waar zitten we op vast? Humongous Rock. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Appetje ho.